gespecialiseerd in bankwezen. En wat was uw vooropleiding? Middelbare school in Suriname. En ik moet zeggen, de aansluiting destijds van het middelbaar onderwijs in Suriname naar het universiteitsonderwijs destijds was perfect. Ja, ik kan me nou niet voorstellen als je nu van de middelbare school uit Suriname aansluiting gaat zoeken in die richting. Of je zomaar over kan stappen of die aansluiting kan vinden. Ja, het gaat minder makkelijk. Van sommige scholen, weet ik, gaat het vrij makkelijk. Bijvoorbeeld het Hogendoren Atheneum, een van de beste middelbare scholen in Suriname. Het is een private middelbare school. Is de aansluiting heel goed, ook bij technisch onderwijs. Maar bij andere middelbare scholen, waarschijnlijk moet je dan een brugklas hier doorlopen. Maar ik moet zeggen hoor, vroeger, het Surinaams onderwijs was op een heel hoog niveau. Dat weet ik. Vrij goed gericht ook op het Nederlandse onderwijs. Er kwamen ook Nederlandse docenten daar en de aansluiting was werkelijk perfect. Ik heb geen dag gezegd van, hé, ik heb een achterstand omdat ik uit Suriname ben gekomen. Wow. Helemaal niet. Nou, dat was dan mooi. Ja. Maar u kwam eigenlijk met het doel om die studie af te ronden. En wat had u eigenlijk voor ogen om te gaan doen? Wat ga je later worden, zeggen ze dan? Nou, ik moet zeggen, ik heb tot heel laat op de middelbare school met die vraag geworsteld. Hè, van wat interesseert me? Eigenlijk interesseerde niks me. Maar ik nam het zwaarste pakket, want eigenlijk zeiden de ouders, je moet het zwaarste pakket nemen en dokter worden. Maar ja, dat moet je natuurlijk echt liggen. Dus ik heb een heel zwaar B-pakket genomen. En het laatste keuzevak dat we op de middelbare school kregen was economie. En ik heb gezegd, man, ik ga me maximaal inzetten om het leuk te vinden. En binnen onze familiekring, vriendenkring, waren er al veel bekende economen. Met name de Brahims, Jozef Brahim, André Brahim. Anthony Karam, nou professor. Ja, we hebben hem gezien op het congres. Weet je, dus ik heb me toen maximaal opengesteld, ingesteld, positief ingesteld om het leuk te vinden. En voor al je leven, ik vond het vreselijk leuk. Okay, en ik kreeg goede cijfers, dus uiteindelijk was ik zo blij dat ik toch iets had waar ik me kon gaan verdiepen en dat ik ook leuk vind. Want dat moet. Je moet niet iets gaan doen omdat je ouders vinden je moet dokter worden. Vaak werkt het niet. Je moet het leuk vinden. Anders werkt het niet. Je moet ook passie voor je vak hebben. Dus ik ben komen studeren. Ik vond het leuk en het ging goed. Ik heb mijn propedeus gelijk in het eerste jaar gehaald. Mijn kandidaat daarna. En toch nog daarnaast voetballen met Dennis. Ja, de boog kan niet altijd gespannen blijven, zeg maar, niet waar. Dus dat moet. Maar ik zeg ook van we hadden weinig talenten. We zijn eerlijk daarin. Ja. We hebben ons niet daarin gespecialiseerd. Nee, maar goed, ik ken meneer Dennis Lapar ook uit het bankwezen. U bent een vooraanstaande naam in het bankwezen. Dan uit Suriname, Dennis van de ABN, Nederland. Hadden jullie dat afgesproken toen? Van Jerene, Mogwa Bangija, je te kwam Bangida Pe? Of hoe is dat precies gegaan? Nee, het is puur toeval. Puur toeval? Ja, puur toeval. Okay. En ik heb Dennis bijna 20, 30 jaar uit het oog verloren. Okay. Toen ik naar Suriname terugging. En een keer was ik heel toevallig. Vroeger had je geen Facebook. Nee. Was een keer heel toevallig op doorreis. En Dennis organiseerde een seminar. En op de een of andere manier kwamen we elkaar tegen. En hij zei, man, je bent toch op doorreis hier. Zou je niet iets willen zeggen? Het was het eerste congres in 2008. Ja. Over de macro-economische omgeving in Suriname. Ik zeg, man, ik ben er toch. Dus ik zal wel iets zeggen. En ik moet zeggen, het is een leuk congres. Ik heb veel van genoten. Veel van geleerd ook. Ik heb toen geleerd wat outsourcing betekent. Ja, en de enorme potentie die dat heeft. Ik heb me daarna erg ingezet om outsourcing te promoten richting Suriname. Helaas met weinig succes. Omdat de mensen in Suriname niet begrepen wat outsourcing is. Hè. In hun visie zijn het vieze jobs die witte mensen voor zwarte mensen daar sturen. Terwijl het eigenlijk te maken heeft met een nieuwe arbeidsverdeling in een geglobaliseerde wereld, waarbij je productieprocessen in delen kan knippen en door middel van ICT een deel in een ander land kan laten plaatsvinden, goedkoper, efficiënter. We kunnen enorm veel jobs creëren in Suriname. Maar weet je, maar met deze beleidsmakers die denken van, uno tek den dot job voor de witman, ja zo.
dan denk ik. Maar, is, maar je ziet is ook dat niet, is hoe dat ver. Niet, maar is dat niet een beetje om hun eigen, ja, maar je om ziet hun ook, eigen af te schermen en ziet, in te dekken? Misschien is het erger. Het heeft te maken met wezenlijke onkunde en onbegrip. Ik is een beetje hard mijn standpunt. Nee, u mag het zeggen. Over hoe de wereld in elkaar zit, hoe de wereld werkt en hoe de wereld verandert. Een heleboel van onze beleidsmakers die slapen als ossen. Mm-hmm. Hebben allerlei leefwacht en dure auto's. Creëren een cultuur om zich heen. Maar eigenlijk zijn het zoutzakken die in de rivier zou moeten dumpen. En zeggen van luister, we hebben jullie niet nodig. Okay. We hebben behoefte aan kundige mensen. Competente mensen. Die zijn er veel. Ook helaas in de diaspora. Helaas zijn er heel veel in de diaspora. Want laten we eerlijk zijn, hè. Je zal hier in Nederland zijn, je kunnen hebben, iets voor je land willen doen. Maar als er zo'n situatie is in Suriname. Ja. En vergeet niet, dit soort zoutzakken hebben macht. Ja. Dus die zeggen van, ja, wat kom je kletsen, nietwaar? Ja. En met een mooi verhaal van, ja, met je Hollands accent. Ze zetten je buitenspel. Ze zetten en wat je buitenspel. Krijg je? Ze dat zeggen, land, wat kom je zoeken, wat kom je doen? Dat land komt op zo'n manier niet vooruit. Nee. Nietwaar? En ook de mensen die vanuit het buitenland zeggen, ik kom naar Suriname terug, zoals ik. Weet je, ik heb gelukkig, dat ja, ik heb gelukkig wat kunnen doen, maar het was een constante strijd. Want u bent eigenlijk, u bent een voorbeeld. U bent naar Nederland gekomen om kennis te halen, om diezelfde kennis weer terug te brengen naar Suriname. En u heeft daarmee een hele succesvolle loopbaan, zowel voor u als voor Suriname opgezet. U gaat straks een adviesbureau beginnen. Dan kunt u terugkijken op 35 jaar ervaring in het bedrijfsleven, in het onderdeel van de. Hoe bent u bij de Hagere Bank terechtgekomen? Laten we even teruggaan daar naartoe. Kijk, ik zei u al dat ik gespecialiseerd ben in het bankwezen. Ja. Ik heb destijds toen een hele goede opleiding gevolgd op de universiteit. Daar was toen, 35 jaar geleden, was er geen universitaire opleiding voor bankiers. Het was geen Cubaanse opleiding? Nee, absoluut niet. Okay. Ik blijf ver van die rommel. Daar wordt politieke economie gedoseerd. De skills die mensen bezitten die op Cuba hebben gestudeerd is niet om naar huis te schrijven. Hier in Rotterdam worden technische skills bijgebracht. Hoe je economie moet aansturen. Niet waar? Ik wil absoluut niet geïdentificeerd worden met die Cubanen en dat soort dingen. Dat zijn politieke economen. Daar behoor ik niet toe. Okay. Maar er was hier een hele moderne opleiding opgezet destijds door de Nederlandse Bankiersvereniging. Een leerstoel, weet je. En destijds bemensd door de beste bankier. Ik ken die man zijn naam nog, professor Karsten. Hij was de laatste directeur van de Amroobank. En hij was ook de bankier van het Koninklijk Huis. Ik geef alleen maar aan dat het een kwaliteitsbankier is. Ik ben bij hem opgeleid. En ik ben teruggegaan naar Suriname. Natuurlijk met zo'n opleiding. Ik was een van de eerst afgestudeerden. Maar had u niet zoiets van, ik kan het hier verder schoppen in Nederland of in Europa? Dat klopt, misschien maar weet je, ik heb altijd gezegd, weet je, minawan senamang. En ik had zoiets van, weet je, en vergeet u niet, hè, 83 was maar kort na 8 december 82. Dat klopt. Ja. Iedereen wilde naar hier komen. Ja. De leegloop. Ik ben teruggegaan naar Suriname. Alle reacties waren massa van Lomang. Ik had een Hollands paspoort. Ik heb het omgezet. Iedereen zegt massa van Lomang of van Boutamang. Ik zeg nee, ik ben een Sanamang. Mijn keuze is Suriname. Ik ben naar Nederland gegaan om te studeren. Die doelstelling heb ik bereikt. Behaald, ja. En ik kom nou terug. En ongeacht hoe dat land erbij zit, mijn familie woont daar, mijn moeder woont daar, met wie ik een goede band heb. En bovendien, als het land in moeilijkheden is, dan heeft dat land me meer nodig, toch? Als je moeder ziek is in Suriname. Tuurlijk. Ben je harder nodig, toch? Absoluut. Dus als mama Sanan ziek is, dan zeg ik, ben ik harder nodig. Ik ben daarom ook bewust teruggegaan, mijn nationaliteit omgezet. Ik heb bewust mijn Nederlands paspoort omgeruild voor een Surinaams paspoort. Maar waarom? Waarom? Voor de functie die je wou ervaren? Nee, het was niet nodig. Het was een eigen keus. Ik zeg, luister, ik ga terug. En het is een eenparig besluit dat ik neem. En het heeft consequenties. En alles dat in dat kader past, doe ik. Ja. En ik heb geen dag spijt, laten we zeggen, ervan. Hoe bent u in aanraking gekomen met de Hagere Bank?
Ik zat hier en ik solliciteerde eigenlijk bij de Surinaamse bank. En er was een job daar voor mij klaar. Maar toen ik in Suriname kwam, begon die directeur te draaien. En ik ben ook een trots persoon. Ik denk, luister, ik ga je niet bedelen voor een job. Nee. Niet waar, ik ben toen gegaan naar een andere werkgever en die directeur is toen geschrokken. Ik denk dat hij ook een stukje schuldgevoel had. Dus hij heeft toen de directeur van de Hagerinbank gebeld en gevraagd van, luister, ik weet dat jullie naar iemand zochten. Want er werkte destijds een staflid daar die gevlucht was na 8 december. Hij was student, medewerker van een van de vermoorden van 8 december, Dr. Lekkie, mm-hmm. Een wetenschappelijk medewerker van hem, Erik Correa, die werkte bij de Hagerinbank, maar die is ook gevlucht na 8 december. Hij is ondertussen ook overleden als gevolg van psychische klachten vanwege die vlucht. Ja. Dus er was daar een vacature. Dus ik werd toen door de Hagerinbank gebeld van, luister, we horen dat je in Suriname bent en je hebt een bankiersopleiding, wil je niet bij ons komen werken? En na een aantal sollicitatiegesprekken ben ik in 83 in dienst getreden bij de bank. Oh, mooi. Heel nieuwsgierig misschien, maar kunt u een beetje vertellen wat uw beginsalaris was toen? Ik ga niet vragen wat het eindsalaris in de loop der jaren, maar wat ik heel belangrijk vind is voor die tijd, ook voor de mensen die luisteren. Destijds verdiende een academicus bij de overheid 1600 SRD. De koers was nog 1,80. Surinaamse florijn was dat Surinaamse nog, guldens, gulden, ja. Bij parastatale bedrijven was het salaris 1800, dus Telesuur, EBS, die betaalde iets meer. Mm-hmm. En bij de Hagerinbank ben ik begonnen met 2200. Wow. Dus zeg maar, dat was veel geld. Iets meer dan dingen. En als je door 1,80 deelt, dan kom je op hoeveel? 1300, 1250 US dollar. Niet echt een geweldig salaris. Je bent iets beter in rekenen, dus ik laat het dan niet over. Ja, het is 1250 US dollar. Het is geen geweldig salaris. Hier in Europa zou ik veel meer verdienen. Maar weet je, de koopkracht van het geld was dus hoger. Hè? Het leven is goedkoper daar. De markt is goedkoper. Dus mijn beginsalaris was 2200 SRD, destijds gelijk aan 1250 US dollar. Oké, nou dat is een mooi salaris. Maar om aan te geven dat u in het buitenland veel meer kon verdienen, maar Mama Sarenang was voor u heel belangrijk. En u heeft het daarbij niet laten zitten, want u bent gaan werken. Tuurlijk. U bent gaan opbouwen. U bent pensioen. Bent u geëindigd als directeur Hagerinbank. Hoe heeft u dat in die 35 jaar ervaren, de ontwikkeling van Suriname, het bankwezen en vergeleken op internationaal niveau? Wat waren een beetje de strubbelingen en welke taboes heeft u in persoon kunnen doorbreken? Dat is een, het is heel veel, maar toch een paar puntjes. Kijk, natuurlijk was het beeld van Suriname en de Hagerinbank wezenlijk anders dan nu. Hè. Laat me bij de bank beginnen. Ja. De Hagerinbank was destijds een stoffige bank, een kleine bank. De echte banken waren de DSB Bank en de ABN. De ABN had vroeger een dochteronderneming daar. Ja. En u weet ook dat de ABN groot aandeelhouder was van DSB. Dus de ABN domineerde het bankwezen in Suriname. Hagerinbank was voor de kleine man, MKB, niet waar. Als je niet goed genoeg was om bij DSB en de ABN te bankieren, dan ging je naar de Hagerinbank. Maar hoe werd je daarin, hoe kreeg je dat keurmerk dat je niet goed genoeg bent? Nee, maar dat was het imago in de markt. Oké. Je hebt dat ook hier. Ja. Weet je, dat bedrijf is prime, die andere is middenin. Dus ik heb het altijd een uitdaging gevonden om te zeggen, weet je, ik wil voor een Surinaamse bank werken. Mm-hmm. En die bank brengen naar een hoger niveau. Dat was een enorme uitdaging. En ik ben blij en eigenlijk ook trots dat ik daaraan een bijdrage heb geleverd. De Hagerinbank is nu niet meer een stoffige bank. Nee, ik kan uit mijn De Hagerinbank is nou een stevige bank, professioneel geleid door Surinaams kader. En ik durf het heel hard op te zeggen, de Hagerinbank heeft het beste bankkader van heel Suriname. En ik kan het keihard zeggen. Ja. En ik ben blij dat ik, laten we zeggen, daar een bijdrage aan heb geleverd. En weet je wat me trots is? Als we problemen hadden in Suriname, we moesten vraagstukken oplossen.
Nou, moet niet de telefoon en bellen naar Amsterdam. Ik zou hem doen. Geen kamer, een probleem de. Voor Lusasani. Wat denk jij? Laat onze vrienden bellen. Hey, Dennis Drabe, misschien weet je wat. Dus we hebben met eigen Surinaamse technologie bereikt dat we een bank hebben opgezet nu die internationaal ook goed mee kan. En we zouden verder kunnen zijn als we niet allerlei beperkingen hadden gekregen, meer support hadden gekregen van een groot aandeelhouder. Dat is de staat Suriname. Staat Suriname. Ik parkeer het heel even. Ik kan uit mijn jeugd herinneren dat de Hakrimbank het allereerste gebouw in Paramaribo was wat iets van een wolkenkrabber had. Dat klopt. Dat is nog steeds zo. En ik keek ernaar en dacht ik, dat is een mooi gebouw. Waarom zijn er niet meer van die gebouwen? Maar dat begreep je als kind natuurlijk niet. Maar daarom zeg ik van de Hakrimbank, dat was voor mij de eerste wolkenkrabber van Suriname. En ik kom zo vaak in Suriname, maar ik ben nog geen wolkenkrabber tegengekomen. Er zijn wel een aantal gebouwen die erop lijken of proberen te lijken. Maar wat was uw steentje in dat proces? Heeft u daar ook in meegedacht in het ontwerpen van het gebouw destijds? Nee. Toen het gebouw werd gebouwd, woonde ik woonde vlak om de hoek bij de Hakrimbank. Hè, dat is Warnhovenbrugstraat. En een pikant detail, destijds was het terrein van mijn grootmoeder, die uit Noord-Libanon naar Suriname is geëmigreerd. Dus we hebben een binding met de bank. Ik heb het gebouw gezien hoe het werd gebouwd. Weet je, als ik mijn ogen sluit, zie ik nog steeds. Weet je, vroeger had je nog die hoge kranen en met een lang ijzerdraad naar beneden. Ja, dan werd cement gezet en dan naar boven. Weet je, dus ik heb gezien hoe die bank werd gebouwd en ik keek heel indrukwekkend ernaar. Ik denk van, ik had nooit het idee dat ik daar een keer zou gaan werken en de hoogste functie zou kunnen krijgen. Dus vanuit mijn huis heb ik kunnen zien hoe deze bank is opgebouwd. Maar het is voor mijn tijd hoor. De bank, het nieuwe gebouw is in 1973 in gebruik genomen. En ik ben 10 jaar daarna pas in dienst getreden. Oké. Dat is ongeveer een behoorlijke tijd daarna. 10 jaren. Maar in die 10 jaren heeft u zich zeg maar ontwikkeld. En wetenschappelijk sterk genoeg gemaakt om dat allemaal te kunnen gaan dragen. En ik neem u mee naar de hedendaagse tijd. Sorry. Er is in de diaspora is er wat paniek. Er is wat paniekvoetbal over het betalingsverkeer met Suriname. Dan weet ik dat veel mensen ook een rekening hadden bij de Hakrimbank. Veel mensen hadden vroeger een rekening bij de ABN AMRO. De ABN AMRO werd op een gegeven moment... Weet u daar de reden nog van dat de ABN AMRO op een gegeven moment stopte in Suriname? Was dat voor u wel, en dat was denk ik wel voor u een positief gegeven als Hakrimbank zijnde? De ABN AMRO is in Suriname gestopt in het kader van een door de bank ontwikkeld beleid om zich te richten op groeimarkten. Ja. Er waren 4 regio's geïdentificeerd, Noordwest-Amerika, Verre Oosten, noem maar op. En landen als Suriname vielen daarbij. Het is een filosofie geweest van Rijkman Groenink. Mm-hmm. En binnen dat kader zijn een aantal kleine vestigingen die niet in groeigebieden waren. Er was in Zuid-Amerika een groeigebied hoor. Dat was Brazilië, Argentinië, Chili. Ja. Suriname was daar buiten. Dus er is toen een besluit genomen om uit die markten te gaan. Ja. Overigens, die strategie van de ABN AMRO is mislukt. U weet, het heeft heel veel problemen gebracht. Dat weet ik. Voor de bank, er bleek uiteindelijk tussen dus die 4 groeipolen te weinig synergie te zijn, waardoor de efficiëntieratio hoog bleef, hoog in de 60, 68 of zo, terwijl het eigenlijk onder de 50 zou moeten zijn voor wereldklassebanken. Toen kwam die aanval van de Children Fonds, die zei, man, als er geen synergie is en we kregen daardoor te weinig uitbetaald, laten we dan die bank opsplitsen in delen, een deel verkopen en uit de extra winst een extra dividend uit te keren. En weet je, daar is het misgegaan. In feite is het misgegaan bij de strategie
die Reekman Groening had uitgezet. Hij was een paar jaar geleden in Suriname. Het is een heel intelligente man. Ik zit samen met hem in, het, in een stichting die dus oude pandjes in Suriname opkoopt en wow. renoveert en doet. Hij is ook donateur, dus ik heb hem in dat verband in Suriname ontmoet. We hebben hier niet over gesproken. Het is een intelligente man, maar volgens mij was de strategie die hij had uitgestippeld niet helemaal correct. Kan gebeuren. Kan gebeuren. Maar op een gegeven moment is er een nieuwe regering gekomen. En is de ambassadeur ontheven uit Nederland. Ja, we hebben wat posities. Er wordt een beetje heen en weer gewandeld. Maar het is niet meer het diplomatieke verkeer wat het hoort te zijn. Wat heeft dat betekend voor de Hagerinbank? Niet veel. Maar kijk, hè, als jij zegt, je wil het land ontwikkelen en je wil investeerders uit het buitenland binnenhalen. En zeker uit Nederland, waar een heleboel Surinamers doen. Dan past het dat je de diplomatieke verhoudingen op het juiste niveau brengt. Handhaven, ja. En dan past het niet dat op basis van primitieve emoties de relaties tussen Suriname en Nederland op dit niveau wordt gehouden. Er was laatst een heel grote fight met Turkije. Rollend over de straat, verwijzingen naar Hitler. Waar staan we per vandaag? De diplomatieke betrekkingen zijn hersteld. Er is al jarenlang gezeurd tussen Suriname en Nederland over diplomatieke dingen. Suriname maakt de fout door het diplomatiek verkeer met Nederland op een laag niveau te houden. Maar ze willen banden onderhouden met Servië. Ja, maar weet je, eigenlijk als je goed nadenkt, ben je een ezel. Want er moet een verband zijn tussen, laten we zeggen, je doelstelling en de instrumenten die je inzet. Ja. Want wat betekent het feit dat er geen ambassadeurs zijn, dat er geen overleg is? Het betekent een verhoogd politiek risico. Voor elk project dat je in Suriname gaat doen, moet je rekening houden met dat politiek risico. Ja. Er kan ruzie ontstaan en je zal als investeerder met je ballen ertussen zitten. Daar heb je een probleem. Weet je, dus ik vind we moeten af van het primitief gedoe. En iemand moet het een keer heel helder in Suriname zeggen van, luister, ik bedoel, als ik een diplomatieke relatie met u onderhoud, betekent niet dat ik van u hou. Of ja. dat ik u aardig vind. We hebben elkaar nodig. Absoluut. Het moet op een zakelijke basis geschieden. En niet op primitieve emoties. Het moet gewoon zakelijk. Er wordt gesproken over het bouwen diplomatiek proces op. En de diplomatie ondersteunt de economische ontwikkeling. Allemaal leugens. Wijs mij waar er, laten we zeggen, als gevolg van een hele actieve diplomatie forse investeringen eruit zijn gekomen. Als je kijkt naar de diplomatieke richting van ons land, is het verkeerd. Ik heb naar de jaren geluisterd, dan hoor ik jou. Als iemand in zijn achtertuin iets kan doen, betekent toch niet dat het, laten we zeggen, het niveau van de industriële productie ook kan bereiken. En dat je op een zakelijke manier zaken kan doen en geld uitverdienen. En als je kijkt met welke landen we diplomatieke verbindingen de afgelopen tijd hebben geïntensiveerd. Rusland, Servië, Turkije. Die man daar in Afrika. Ik bedoel landen die Suriname niets te bieden hebben. Maar het land dat Suriname het meest te bieden heeft, de diaspora, daar zeg je, hey, luister, no. En weet je, men onderschat de kracht van Nederland. Hè. Nederland is een sterk land. Ja, voor een klein land. Dan ga je zeggen, één minuut doen met mijn fitje. Ik bedoel, ik moet gewoon fitje. Wij zijn mannen allemaal. Toch te ook fitje. Luuk het ook één minuut. Mama voor mama. Één minuut voor je. Minuut, dag je uit. Dan moet ik één man, jongen, kunnen doen zo'n ferie. Ik moet drie man zijn. Maar minuut, want dag je uit. Dus, ik begrijp niet het niveau van de diplomatie in Suriname. Het staat niet eens in zijn kinderschoenen. Maar u komt uit het hoogste kader van Suriname. Er is een machtsvraagstuk in dit land. Ja. De mensen in Suriname die verstand hebben, hebben geen invloed op het beleid. Okay. En die zoutzakken, die hebben invloed op het beleid. Ja. En weet je wat, en dat is de reden, de exacte reden waarom we niet vooruitkomen als land. Want we hebben zoveel resources. Alleen het meest belangrijke, de human resources, om die cake te bakken.
kijk, als je een lekkere fiado moet maken, ja, heb je boter nodig, bloem, rozijnen. Maar wat is het meest fundamentele dat je nodig hebt? Een goede kok. Goeie kok, ja, zeker. Die alles zegt zeker. Zoveel zout, zoveel bloem. Dat is precies het probleem. Ja. En wat zie je vanuit Suriname? Hé, we hebben veel bloem. We hebben veel suiker. Je ziet dat nou ook, toch? Ja. Hé, we gaan olie vinden. Alleen maar gebakken lucht om die samenleving te belazeren. Weet je? Ja. Ik bedoel, wat wij nodig hebben zijn harde dingen. Hé, hier outsourcing. Hier is een bedrijf. Dat soort dingen. Bam, bam. Dat moeten we doen. En ik zeg je, Suriname kan binnen 10 jaar een paradijs zijn. We kijken neer op die mannen hier in Holland. Wij doen het beter. Maar dat gaat betekenen dat de mensen met brains die in Suriname wonen en daarbuiten het voor het zeggen krijgen in Suriname. Anders komt er nooit verandering en we blijven modderen en rommelen aan de marge. Ja, maar dat betekent, zou ik even indruk. Kijk, als je kijkt naar hier alleen Nederland, we hebben bijna 350.000 Surinaamse Nederlanders die hier wonen. Die een gedeelte zeg, van de eerste generatie, zeg 150.000 of misschien meer, 175.000, die zijn in Suriname geboren. Die zijn echte Surinamangs. Hun kinderen zijn hier geboren. Niet alle kinderen zullen natuurlijk naar Suriname willen gaan, maar de eerste generatie die kijkt volop naar Suriname en die wil wat doen. Wat de heer Boussaid zegt, die mensen hebben kennis en kunde, vaardigheden. Die willen wat bijbrengen aan de Surinaamse bevolking. Maar even dit punt afmaken. Dat betekent dat wanneer de Surinaamse regering continu niks te maken wil hebben met Nederland, dat betekent dat ze ook niks te maken willen hebben met de Surinaamse Nederlanders. En dat is wel jammer, want die Surinaamse Nederlanders, die voelen zich Surinamers. Ze zijn Suramang, ze zijn in Suriname geboren. Dat betekent als ze naar Suriname gaan, dan zijn ze ook Surinamers. Ik bedoel, je moet niet tegen iemand gaan zeggen als je Ray, hey Ray, jij bent weet je wel, jij bent een Nederlander. Nee, het is kwetsend voor een Surinamer. Nee, ik ben een Surinamer. En tot nu toe heeft niemand mij kunnen zeggen van dit of dat of zus of zo. Nee, maar zo wordt er gesproken. En als je er vatbaar voor bent, dan trap je erin. Maar ik zeg, als je echt een Surinaams hart hebt, dan... En ik zeg het eerlijk, mijn Surinaams hart bloedt als ik kijk naar wat er allemaal gebeurt. Want ik zie de potenties. Maar de kennis en ervaring hier, we willen samenwerken. We willen alles wordt tegengehouden. Meenemen naar Suriname, ja. En het land samen opbouwen. Ja. En het is niet geen kwestie dat we onze wil gaan opleggen aan Suriname. Nee, nee. Het is ons land. Want even kort, hey, met dat ik zei je kon leggen uit, dan maar probeer je, leg je uit of je maar precies. Begreep. Ja. Dat is twee, of je het maar kan begrijpen, dat is twee. En of het dan, ja meneer Jim. Een relatie is zakelijk. De emotie is eigenlijk irrelevant. Zeker. Als ik een relatie met u onderhoud, betekent niet dat ik u aardig vind. Misschien heb ik aan de pest aan u. Ja, maar misschien kunnen wij 100 gezinnen voeden. Maar we moeten misschien hebben een gezamenlijk belang op een aantal gebieden. Niet waar? En die fout maakt men in Suriname, man. Men verwart een norm met de emotie. Ja, ik begrijp dat. Maar even naar de diaspora die zitten luisteren. We hebben ongeveer 150.000 mensen die zitten nou naar u en mijn foto te kijken. Die zeggen, ja, dit willen we luisteren, we willen weten. Ze zijn een beetje in paniek. Want mensen willen investeren in Suriname, mensen willen kopen, mensen willen bouwen, mensen willen oude dag doorbrengen. Maar er is een beetje geharrewar met het betalingsverkeer. Meneer Jim, hoe staat het nu momenteel met het betalingsverkeer? Wat is wijsheid? Ja, ik denk dat die verwarring onterecht is. Mogelijkerwijs is er wat beroering ontstaan als gevolg van het aanhouden van de geldzending van een aantal banken. Dat is één. Twee is, je kan geen euro spinnen in Suriname. Dat is al een maatregel die een tijdje terug is ingevoerd. En daar ligt de oorsprong bij beslissingen die hier in Nederland zijn genomen door instellingen. Ja. Weet je, dus... Maar het bleek dat men dus eigenlijk een soort pinsysteem had in Suriname dat gebaseerd was op een... wat niet helemaal... Ja, ik heb begrepen, er werd oneigenlijk gebruik gemaakt van die pinautomaten. Van de vergunningsvoorwaarden, waardoor degene die de uitgevende instelling, Cambio's, op een gegeven moment heeft gezegd, hey, we stoppen daarmee. Hè? Ik denk dat er, maar dat is een oude zaak. Ja. Het heeft natuurlijk hele lastige implicaties.
Er werd misbruik gemaakt, volgens mij ook in die zaak van ING speelde dat. Weet je, op Curaçao. Dus dat klopt. Je ziet dus dat financiële instellingen erg voorzichtig zijn met witwassen en witwasrisico's, omdat er forse boetes zijn. In het geval van ING. 500 miljoen volgens mij. 775 miljoen. Dat is niet weinig. Nee. We zitten nog dat is wel... bijna een derde van het begrotingstekort. Ja. Zoiets. Het kabinet heeft het als een meevaller beschouwd op Prinsjesdag. Ja. Een eenmalige meevaller. Mm-hmm. Die ze kunnen gebruiken. Nietwaar. Wat de laatste maanden speelt, ik denk sinds april, half jaar nu al, is het aanhouden van een geldzending van de centrale bank ten behoeve van een aantal commerciële banken in Suriname. En er zijn nu wat vragen gesteld om de achtergronden van dat geld vast te stellen, die informatie, de herkomst. De herkomst, ja. Weet je, die informatie die is wat ik weet. Ik ben ondertussen al 2 maanden in Nederland. Gegeven wordt bekeken door dus het Openbaar Ministerie hier, de mensen van het Openbaar Ministerie. Dus mijn verwachting is dat dit probleem binnenkort wordt opgelost en dat er goede afspraken worden gemaakt. Dat vervolgzendingen niet meer last gaan ondervinden van dit soort onderzoekingen. Maar de afgelopen tijd heeft dat natuurlijk geleid tot verstoringen. Hè. Kijk, wij hebben veel contante euro's in Suriname. Die komen voor een deel uit Europa. Maar een groot deel, en misschien wel het grootste deel, mensen zullen verrast zijn, dat komt uit Frans-Guyana. Heb ik ook begrepen. Er wonen veel Surinamers in Frans-Guyana die sociale uitkeringen hebben. En de koopkracht van een euro uit Frans-Guyana in Suriname is groter, bijna 2 keer zo groot als de koopkracht van een euro in Frans-Guyana zelf. Ja. En er stroomt veel geld in Frans-Guyana. U weet dat er wat relletjes daar waren vorig jaar, klopt, dacht ik. Twee jaar geleden. Macron is daar naartoe gevlogen en je ziet dat de Fransen toch royaler zijn naar hun kolonies. Ik weet niet of u weet welk bedrag destijds Macron beschikbaar heeft. Het was een groot bedrag. Het is een bedrag van boven de 1 miljard euro. Ja. Voor een bevolking die kleiner is dan de Surinaamse bevolking. Het tekent eigenlijk wel de royaalheid van de Fransen naar hun kolonie. Want Frans-Guyana is nog steeds een kolonie. Ja, ik denk dat, maar dan ben ik, ga ik heel simpel praten. Dus, ik denk dat Frans-Guyana voor hun zo aantrekkelijk is, omdat ze daar een raketbedrijf hebben. Het is voor hun van belang, ja. Ja. Want vergeet niet, het is niet van hun. Nee. Het is de European Space Station. Het is van de Europese Unie. Kijk. Er komt geld in het laadje. Nee. Er komt veel geld daar en security is erg van belang. Dus de boel moet tevreden gehouden worden. Weet je, dus het zou natuurlijk een enorme aanfluiting zijn als, laten we zeggen, de European Space Station zou uitvallen of moeilijk zou functioneren of whatever. Ja. Ja. Overigens, het is heel jammer dat Nederland destijds zo slecht heeft gelobbyd voor Suriname. Nou ga ik een heel simpel scenario voor u schetsen. Ik ben een vastgoedbedrijfje uit Nederland. Ik heb wel wat investeringen lopen in Suriname. Ik zeg maar wat hoor, voor de mensen die luisteren. En nu wil ik een aantal zaken verkopen in Suriname. En ik wil investeren in een nieuw project. Hoe krijg ik mijn geld via de bank naar Nederland en weer terug in Suriname? Is dat nog mogelijk? Heel simpel. Laten we dat even parkeren. Okay, ik was nog niet klaar met mijn eerste dingen. Kijk, wat ik wil zeggen, er komt veel contant euro vanuit Suriname naar Nederland. Hè? Ja. De Nederlandse banken zijn niet in de business om contant geld te overnemen van Suriname en op giro-rekeningen te stoppen. Dus die business doen we met de Bank of China. Okay. Die Bank of China die geeft dus aan waar ze dat geld willen hebben. Een heleboel banken in Nederland zitten niet meer in de business. Want dat betekent je gaat de infrastructuur moeten hebben met grote geldtelmachines, et cetera. Ja. Dus Bank of China zei, luister, lever me de contante euro's. Een van de ladingen was bijna 20 miljoen euro in Hongkong. Daar heb ik een groot centrum die dingen telt. De douane hier, die snapte er niks van. Die zegt van, hey, er komen euro's uit Suriname en die moeten helemaal naar Hongkong en vervolgens transfert de bank het weer naar rekening in Nederland. Waarom
gaat dus die zending door Brink verzorgd hier. Niet dat ik denk van Schiphol naar ABN een paar kilometer verder. Mm-hmm. Maar ze snappen onvoldoende dat de bank in Nederland niet in de business is. En dat ze hebben die infrastructuur niet. Nee. En dat laten we zeggen de opdracht voor waar het moet worden geleverd van die bank of China kwam. Weet je. Het heeft veel moeite gekost om ze dat uit te leggen. Weet je, waar komen al die euro's vandaan? We grenzen aan een euroland. Ja. Is het daar abnormaal niet waar? En ik moet ook zeggen dat de pricing van de euro in Suriname van een contante euro onjuist was. Je kon in Suriname voor een contante euro meer SRD krijgen dan een girale euro. Dat is natuurlijk verkeerd. Ja, absoluut. Absoluut verkeerd. Dus wat je nou ziet, is dat dat nou gecorrigeerd is in Suriname. De prijs van een girale euro is nou een stuk hoger dan van een contante euro. Een contante euro is misschien 8,18 en een girale euro 8,70, 8,80. Terecht ook. En ontstond door die verkeerde prijs ook een incentive om lozige cashgeld naar Suriname te brengen en daardoor een hoger SRD-bedrag te krijgen. Dat is nou niet meer zo. Oké, dat is gecorrigeerd. Gecorrigeerd door prijzen op de markt. Dus nu is er een incentive om eindelijk met je kaart naar Suriname te gaan, daar te pinnen bij pinmachines en een hogere tegenwaarde te krijgen dan contant te betalen. Want weet je, we zitten met die contante euro's die we nou niet kunnen verschepen. Dat begrijp ik. Niet waar? Dus vandaar ook dat banken nu bij contante stortingen van euro's kosten in rekening brengen. Eigenlijk om het hartalen, het contante verkeer in euro's terug te dringen. Het is onaantrekkelijke business, heeft veel compliance problemen, heeft ook hogere kosten. Maar Suriname is een importland. Ja, maar kijk, dat moet ik goed uitleggen. Als die euro's dan hier kwamen door naar China en ze kwamen op de rekening hier van de Surinaamse banken, dat zijn onze Nostro-rekeningen. Mm-hmm. Zodat die euro's die we gataal opstuurden, giraal werden op onze rekeningen en vanuit die positie konden we dus het internationaal betalingsverkeer voortgang laten vinden. Ja. Dus doordat dat traject nou is gestimuleerd, is dat internationaal betalingsverkeer in Suriname wat vertraagd. Kijk, het kost dus nu moeite om onze Nostro-rekeningen, zo noemen we dat, de rekeningen, de euro-rekeningen van Surinaamse banken bij Nederlandse banken, om die te voorneren. Het gebeurde vroeger door die geldzending, nu kan dat niet meer. Nu moet dat giraal gebeuren. Als er wordt geëxporteerd of door middel van dollarswaps, een groot deel van onze exportopbrengsten zijn in dollars, die kan je swappen internationaal en op die manier. En ik moet zeggen, ook de centrale bank helpt ons een heleboel, maar zij bereiken natuurlijk ook een eindpunt, want uiteindelijk moeten we die girale euro's kunnen, de gartale euro's kunnen omzetten in girale euro's. Ja, en ja. U kunt voorstellen dat doordat die saldi wat minder zijn, we ook prioriteiten gaan stellen. Als er dus 100.000 aan levensmiddelen of medicijnen moet worden geïmporteerd of 100.000 moet worden overgemaakt voor een onroerend goed transactie in Suriname, zal waarschijnlijk die eerste transactie prioriteit krijgen. Dus dat is de situatie en ik denk dat dat laat zeggen heeft geleid tot wat spanningen en andere prijsverhoudingen op die markt. U vraagt ten aanzien van investeerders, verkoop onroerend goed. Ja. Je mag laten zeggen verkoopopbrengsten van onroerend goed uit Suriname transferen naar Nederland. Het is een kapitaaltransactie, dus je hebt een goedkeuring nodig van de deviesencommissie. Mm-hmm. Ik weet niet of daarin nou wat vertraging is opgetreden in het verstrekken van goedkeuringen, want uiteindelijk gaat de deviesencommissie niet over die overmaking. Zij gaat alleen over, laten we zeggen, die goedkeuring voor van die de transactie. Overmaking. Ja. Als je die horde hebt genomen, moet je natuurlijk bij de bank gaan en zeggen, weet voor me overmaken. En dan komt het nou net aan op de positie die de bank nou heeft op zijn Nostro-euro-rekening hier in Nederland. Mm-hmm. Als die positie beperkt is, en weet je, we hebben een aantal lastige zaken in Suriname. Hè. Kijk, om een voorbeeld te geven, de reisbureaus, die verkopen tickets in euro's en in dollars. Huizen worden verhuurd. En wat zie je nou? Een heleboel reisbureaus die verkopen tickets en die willen hun euro's storten. Ja. De IATA, de internationale ticketverkoopmaatschappij, die zegt, luister, ik wil mijn geld giraal hebben. Dus wij moeten ook die
lokale euro's omzetten naar... En dat maakt het lastig als een regering ook niet de diplomatieke, diplomatieke verkeer onderhoudt. Ik geloof dat als de diplomatieke verhoudingen correct waren, en als ook de juiste Surinamers met de juiste netwerken hier waren ingezet, dat het probleem al lang was opgelost. Okay. Dat geloof ik. Ik geloof het ook. En dat geloof ik. Hoe gaat het nu, de toekomst? Wat gaat er gebeuren? Dus, kijk, als er, laten we zeggen, geen hoge diplomatieke relaties zijn, krijg je dat de standpunten en de behandeling van het proces formeel gebeurt. Mm-hmm. Kijk, als wij een vriendschappelijke relatie hebben, kan je me altijd bellen. Hey, je man, weet je, we hebben een fout gemaakt. Of weet je, doe niet zo moeilijk. Of weet je, we gaan in het vervolg. Weet je, je kan overleggen. Ja. Maar als er diplomatieke kanalen zijn verstopt, nou, wat doe je? Briefie, ga je met hoogachtend. Met dat en allerlei dingen. Het loopt trager. Dus ook daar zie je dat de belangen van het Surinaams volk, van het Surinaams bankwezen, slecht worden behartigd door onze beleidsmakers. Dat is heel jammer. Het is heel jammer. Het is een gemiste kans op dit moment. En weet je, er zijn weinig mensen die er zo over praten. Dus iedereen zegt, saip sana sanang. Zo'n mooi kondre, er is veel... Niemand snapt het. Ik probeer te onthullen wat de waarheid is. Nou, ik ben heel dankbaar dat u hier vandaag bent. En ik ben heel dankbaar voor dit open gesprek, zeg maar. Ik voel me ook zeer vereerd dat u hier bent. Ik moet Dennis bedanken, de tijd vliegt. Paul wil ik ook van harte bedanken. De toekomst, de verhoudingen, Nederland-Suriname, bank, investeringen. Wat wilt u voor ons samenvatten in 3 minuten? Ik denk dat als je een relatie wil aangaan, die relatie zinvol moet zijn. Betekent dat aan beide zijden van de oceaan we daar ons ready voor moeten maken. En de readiness aan de Surinaamse kant is op dit moment laag. Laat u niet belazeren door mooie verhalen over oliefondsen, etc. Wat wij nodig hebben is een economisch saneringsplan die door deskundigen wordt uitgevoerd. Wat wij nodig hebben in Suriname is good governance. Wat wij nodig hebben in Suriname zijn professionals die verstaan hoe de economie werkt, hoe de business werkt, hoe investeringen werken, hoe we instituties opzetten die op een goede manier omgaan met investeerders, professioneel. Niet waar? Zodat wij op een professionele manier, op een zinvolle manier een relatie kunnen onderhouden, een diaspora relatie. Op dit moment heeft Suriname de kwaliteit niet, de instituties niet om een relatie op niveau te houden. Waardoor een heleboel dingen misgaan, risico's zijn groot, risicoopslagen zijn groot. En mensen zeggen, ik investeer niet, hoewel ze hun hart op de juiste plaats hebben voor Suriname. Absoluut. We moeten heel hard werken in Suriname aan goed bestuur. Dat is het meest kernachtige vraagstuk op dit moment in Suriname. En mijn grote... Goede bestuurders, waardoor we op een zinvolle manier... En ik zeg u, ik heb wel eens contact met Nederlandse politici. Ik heb ook een keer met Mark Rutte gesproken. Hij is in Suriname geweest. In 2009 heb ik nog met hem gesproken. Ze willen wel... Maar ze willen met goede mensen zaken kunnen doen. Maar zou u niet voor ons die politieke kar misschien willen trekken? Ik moet goed over nadenken. Weet je, ik voel me een beetje vrijer. Ik praat ook het is het eerste interview dat ik geef nadat ik directeur af ben. Ik hoef me niet te houden aan allerlei protocollen die mij beperken. Nou, ik heb een hele mooie primeur. Ik wil de komende tijden wel nadenken wat ik kan doen om mijn land. En ik ga veel vijanden creëren. Dat kan ik je nu al zeggen. U heeft in mij een grote maar vriend ik gevonden. Ik ben soms trots op mijn vijanden. Want meer vet gisenang. En if you naar mijn vijand is, dan jouw vijand is sanang toe. Oké. We moeten dit land... En weet je, ook de politieke beleidsmakers... die snappen niet welke schade ze toebrengen aan het land. Want ze hebben geen flauw benul... van modern macro-economisch management, van good governance. Daarom zijn ze niet in staat om dit land naar een hoger niveau te brengen. Als we de zaken goed aanpakken en we gaan ervoor vechten, is Suriname inderdaad het Dubai, maar we gaan het bereiken door goed beleid. Niet door emotie, allerlei gekrakeel. Er wordt olie gevonden in de buurt, ook de buurlanden doen het goed. Frans-Guyana, Guyana. We hebben een enorme opportunity om te groeien. En werkelijk, we hebben dan over 10 jaar misschien Nederland niet eens nodig. Of we hebben een
goede vriendschappelijke zakelijke relatie waarbij Nederlanders geld verdienen en wij ook. En dat is de mooiste situatie, denk ik. Een win-win situatie. Natuurlijk, dus we gaan ervoor. En iedereen moet, laten we zeggen, daar zijn bijdrage aan leveren. Want niets komt zomaar tot stand. Dank alles u. Komt tot stand door feit en vasthoudendheid en vastberadenheid. Dank u wel voor deze mooie woorden. Meneer Paul. Meneer Boussaid, ik wil u bijzonder bedanken. Zowel de heer Dennis Lapaar als u hebben ervoor gezorgd dat er geen doelpunten vielen tijdens de studie. Maar ik ben bijzonder blij dat er iemand is die het scorebord van Suriname in de gaten houdt. Dank jullie wel voor de uitzending. Ja, graag gedaan. Graag gedaan, dank je wel. Hey, ik ben Morad en je luistert naar Radio Standvaste. Standvaste Radio. Je Arki Standvaste Radio.